Muziek. De no-deal Brexit lijkt heel dichtbij te komen sinds vorige week. Premier May kwam deze maandag met een plan B. Weinig nieuwe dingen eigenlijk. Beetje teleurstellend, alleen wat beloftes. Zoals dat ze opnieuw naar Brussel zou reizen om te praten over de Irish Backstop. Toch wel het grote struikelblok, het grootste, denk ik. En als man van D66, partij die zich sterk uitspreekt voor Europa, neem ik aan dat jij hier een sterke mening over hebt. Lig je daar ook 's nachts van wakker? Nou, ik weet nog wel dat toen het referendum in Engeland was, toen ik ging 's avonds naar bed en toen zag het er allemaal goed uit van ze kiezen toch om te blijven. En de volgende ochtend was het inderdaad Brexit. En toen dacht ik wel, ja, dit is wel ontzettend sneu en zonde dat alles wat we in tientallen jaren hebben opgebouwd, dat de Britten dan eruit willen stappen. Mm-hmm. En je zag nog dezelfde dag was Nigel Farage, de grote leider van de Brexit-campagne. Die erkende toen al dat alles wat hij in de campagne had gezegd, dat het toch niet helemaal klopte. En had wel de Britten beloofd van als we nou uit de EU gaan, de zorgkosten ging dat wel over. Komt er honderden miljoenen ponden komen erbij bij de zorg. Maar ja, dat is inderdaad niet helemaal waar. Ja. Dus je ziet langs in die 2,5 jaar die hele belofte van kies voor de Brexit, dan wordt alles fantastisch. Heb jij het idee dat het effect ingestort heeft gehad? Dat mensen hebben begrepen dat hij de dag daarna eigenlijk op heel veel dingen terugkwam? Dat effect dan? Nee, je ziet nu in peilingen in Engeland dat de meeste Britten zeggen, ja, alles wat mij beloofd was, dat blijkt allemaal niet te kloppen. En we willen eigenlijk toch liever wel in Europa blijven. Mm-hmm. En dat snap ik ook, want ze zien dat er bedrijven vertrekken, dat er chaos dreigt, dat er extra politieagenten moeten worden aangenomen. En dat ze nu, ja, 2,5 jaar later nog steeds geen idee hebben hoe het er over 6-7 weken uit moet gaan zien. Nee, wat zijn de gevolgen voor een no-deal Brexit voor Nederland? Voor Nederland kost het sowieso meer dan 20 miljard euro per jaar aan economische groei. We zijn nu al honderden extra douanebeambten aan het aannemen. Hoeveel is dat per inwoner? Ja, dat is dus per Nederlander gaat het om meer dan 1000 euro. Ja. Voor sommige mensen nog veel meer natuurlijk. Want stel je voor dat je in de bloemenindustrie werkt. 12.000 containers met bloemen gaan elk jaar over de Noordzee naar Engeland. Denk aan een full English breakfast met bacon. Die komt vaak uit Brabant, de tomaten. De Britten vinden het leuk om tomaten te bakken, maar goed. Maar die tomaten komen vaak uit Brabant. Ja, die kunnen straks dan bij een no-deal Brexit staan die heel lang vast bij de grens. Die staan te verrotten. Dat gaat heel veel mensen banen kosten, ook hier in Nederland. Ja, en in Nederland leeft het sentiment om uit de EU te stappen eigenlijk ook wel. De Wilders, Baudet voornamelijk zelfs. Maar zelfs iemand als onze premier Rutte zei vorige week in Buitenhof nog zich meer te bekommeren om landelijke verkiezingen dan Europese. Europa is natuurlijk, het heeft niet heel sexy imago op dit moment. Hoe gaan we dat kunnen veranderen? Nou, ik denk dat de Brexit wel laat zien. Dat zie je ook, dat de meeste Nederlanders echt zeggen, nee, we moeten absoluut in Europa blijven. Want we hebben elkaar gewoon nodig. Een klein land kan het niet alleen doen. En de Britten hebben dat even gedacht. Maar je ziet aan hoe dat hele Brexit-proces in elkaar stort, dat het niet kan. Dat we elkaar nodig hebben. Klimaatverandering, de invloed die Poetin probeert uit te oefenen in Europa. Ja, dan moet je samen sterk staan. Ja, denk je dat effect heeft gehad? Dat het sentiment om uit de EU te stappen minder is geworden door Brexit en de problemen die zich nu aandienen? Ja, ik denk het wel. Omdat, en dat zie je natuurlijk met Wilders en Baudet. Het zijn populisten, dus die beloven gouden bergen. En die zeggen, ja, stem op mij. En dan alles wat goed is aan Europa, hè, vrije handel en zo, dat hou je allemaal. Ja, het vervelende dat we af en toe ook even wat samen moeten doen. Dat we ook moeten bijdragen. Dat er soms regels komen uit Brussel. Ja, daar maak ik dan helemaal een einde aan. Maar dat klinkt te mooi om waar te zijn. Mm-hmm. En dat is het dus inderdaad ook. Ja. En dat zien mensen. Volgens mij helpt dat is een reden dat je in Europa nu bijna niemand meer durft te zeggen, laten wij er ook maar uitstappen. Nee, want het woord Nexit heb ik echt al heel lang niet meer gehoord. Het is ook een heel vies woord natuurlijk. Het is natuurlijk, ook, hè? Een vies woord. Nexit. Nou, ik vind Brexit ook een vies woord. Maar Nexit was toch een tijdje wel, hoorde je het vaker. En nu heb ik het eigenlijk al heel lang niet meer gehoord. Nou, Baudet en Wilders. En met Baudet gaat het natuurlijk best wel goed in peilingen. Ja, 17. Ja, die wilde het nog steeds. En elke keer als ik hem vraag, ja, kijk wat er in Engeland gebeurt. U ziet toch wat daar gebeurt. Dan zegt hij, ja, maar dat is tijdelijk. En dan over 10 jaar, dan komt alles toch nog goed. Dan gaat het toch beter met dat land. Beloftes. Het volgende nummer van jouw lijst sluit hier wonderwel op aan. Stay With Me. Oh ja. Wat een mooi bruggetje. Ja, schitterend. Maar vertel jij eens even in je eigen woorden waarom je dat nummer...